Hallo allemaal, hartelijk welkom bij de volgende video over wat je eigenlijk moet weten voordat je met laser graveren, laser snijden begint. En dan gaat het me daarbij dus vooral om specifieke thema's, zodat je een beetje weet hoe het werken met een laser in elkaar zit. In de voorgaande 3 video's hebben we het gehad over 3 belangrijke thema's die samen het spel van de laser vormen. Die 3 thema's, dat zijn het materiaal wat we gaan gebruiken, de snelheid, sorry, en de derde de power. En ik heb verteld dat met name het samenspel power-snelheid, dat je daarmee kunt spelen, zodat je niet de maximale power hoeft te gebruiken om toch dezelfde brandkracht te verkrijgen. Ik kreeg een vraag van iemand op YouTube en die vroeg mij: waarom heb jij je eigen materiaalbibliotheek niet ter beschikking gesteld? Ik moet daar even over moeten nadenken. Kijk, aan de ene kant, dat heb ik al eerder gezegd, elke laser is anders. En met name de power die die laser heeft. En dat betekent dat je eigenlijk je eigen settings uit moet vinden. Zo simpel ligt het. Maar van de andere kant heb ik ook verteld dat er een Amerikaan is, de LA Hobby Guy, die zeg maar zijn materiaalbibliotheek ter beschikking stelt om in elk geval een sortiment van beginwaarde te hebben, zeg maar. Een waarde waarmee waar vandaan je dus kunt gaan spelen, zeg maar. Dat is eigenlijk. En eigenlijk had die gebruiker, die collega gebruiker, daar zeker gelijk in. En dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en staat nu onder de eerste 3 video's, maar ook onder deze video komt er te staan een link naar waar je mijn materiaalbibliotheek kunt downloaden. Let op, nogmaals, en dat wil ik echt blijven benadrukken, dat is heel belangrijk. Het zijn voorbeeldsettings. Settings die voor mijn machine gelden. Voor uw machine kunnen dus andere waarden gelden, maar het is in elk geval een begin. Positie, zeg maar. Je hebt een basis waarvan je zegt van oké, nou daar begin. Dat zit bij Ronald goed. Dan misschien bij mij ook wel. Maar misschien moet ik er iets aan tweaken. Dat is prima. Maar ik heb in elk geval een basis waar ik mee kan beginnen. En dat is eigenlijk wat de bedoeling is van het online beschikbaar stellen van die bibliotheek. Ik ga die bibliotheek niet consequent bijwerken. Maar dan heb je een beetje een basis. Want er zitten toch wel een aantal materialen in. Hè? Daar zitten spiegels in, glas in, acryl in, karton. Harder hout, zachter hout, cardboard, kraftpapier. Kraftpapier is papier met als je dan de bovenlaag weglasert, dat er dan glittertjes tevoorschijn komen. Tegels, dus met andere woorden, er zitten aardig wat settings in waar je zeer zeker wel je voordeel mee kunt doen. Zelfs nog bamboepennen bijvoorbeeld. Nou, oké. Die link staat er straks onderaan de video. Het thema waar we het in deze video over gaan hebben, en daar gaat het natuurlijk vooral om, dat is de waarde DPI. En dat is niet zozeer iets waarvan ik zeg van je moet het aan het begin weten, maar je moet wel weten wat DPI inhoudt. En zodat als je ermee gaat spelen, dat je ook weet wat je te verwachten hebt. En ik zal daar wat voorbeelden van laten zien. Maar laat me er eerst iets over vertellen. Het is vooral een waarde die je tegenkomt bij het kopen van je televisie. Ja, als je bij het kopen van je televisie of een beeldscherm of zo, dan zie je vaak zaken staan als 1080p high definition. Of 4000 4K high definition. Tegenwoordig al 8K high definition. Nou, wat betekent dit nou? Het gaat over de waarde DPI. En DPI betekent dots per inch. Een inch is een vierkant. Ik weet niet precies hoeveel een inch is. Dat boeit mij ook helemaal niet zoveel. Maar wat ze eigenlijk zeggen is dat in die inch, zeg maar dat dit die inch is, dat vierkant is, hoeveel pixels zitten daar nou in? En je kunt je voorstellen dat hoe meer pixels je hebt, hoe duidelijker je afbeelding gaat worden. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. Als je een afbeelding hebt en je opent die in het programma Paint van Microsoft, wat in elke PC zit bij de bureauaccessoires, en je gaat dan heel diep inzoomen, dan zul je zien dat elke foto, elke afbeelding bestaat uit vierkantjes die een bepaalde kleur hebben. En al die vierkantjes bij elkaar vormen dan dus de foto. Dus hoe meer van die vierkantjes, hoe meer verschillende kleuren, hoe beter de overloop van kleuren zal zijn, hoe duidelijker de afbeelding wordt. Dus een 8K televisie, 8000 van die pixeltjes in die inch. Dat geeft een behoorlijke kwaliteit. Daartegenover staat
Tot vroeger werkten we met, volgens mij was dat zeg maar iets van 480 pixels. Dat was ook nog geen high definition, dat was geen HD-TV. Dat was daaronder. En je vindt dat nog wel eens terug als je op YouTube kijkt. Dan zie je van die korrelige video's voorbij komen. Het zijn vaak hele oude video's of met een hele slechte camera geschoten. En dat heeft dus alles te maken weer met het aantal pixels per inch. Maar hoe zit dat dan in onze laserhobby? Ook daar worden die pixels gebruikt en ook daar worden die DPI's gebruikt. Alleen het is niet helemaal hetzelfde, zeg maar. Je moet het zo zien, dat als je van links naar rechts lasert en dan lijntje na lijntje na lijntje na lijntje, dan wordt de DPI-waarde die we zometeen in Lightburn gaan zien, die wordt bepaald door hoeveel lijntjes zitten er nu in die inch. Hoeveel van die lijntjes zitten erin? En je kunt je voorstellen dat hoe meer lijntjes, hoe duidelijker die afbeelding wordt, hoe minder lijntjes, hoe onduidelijker die afbeelding wordt. En zoals iemand terecht tegen mij zei, want dat ik ooit in een video gezegd heb, en dat klopt dus ook, dat hoe minder DPI, hoe minder detail. Nou, dat klopt precies. Want dat ga ik je zo meteen laten zien hoe dat eruit ziet als je minder DPI gaat gebruiken. Nou is het ook zo dat je niet het maximale eruit kunt gaan lopen halen, want er zit ook wel ergens een beperking. Zo'n laser heeft een laserstraal, die laserstraal heeft een dikte. En hoe vaak krijg je die laserstraaldikte nu in die inch gepropt? Dat is eigenlijk zijn limitatie, zijn limiet. Ik kan bijvoorbeeld voor mijn laser zeggen, voor mijn Ortho Laser Master 2 15 watt, is tot zeg maar het sweet spot, dus zeg maar de lekkere plek, daar waar het lekker voelt. Ja? Die zit ongeveer bij 317, 318 dpi. Ja? Oké, maar wat is dat nu? Want dat ga ik even laten zien op mijn computer. Ik ga even laten zien wat nu eigenlijk DPI, hoe dat er dan uitziet. Zo, laat ik even beginnen met dat wat ik net zei van als je nou een afbeelding opent in Paint en je gaat daar diep op inzoomen, dan ga je die pixels zien. Nou, dat gaan we hier, dat zie je dus hier. Als je goed kijkt, dan zie je dus eigenlijk vierkante blokjes. Dus dat is een tekst, dat is een tekst, daar staat contact. Dan zie je dat dat niet een keurige kromme lijn is, maar dat het blokjes zijn. Zie je dat? En dat zijn eigenlijk de pixels waar we het over hebben. Dus even om je te laten zien hoe dat dus eruit ziet als je nou gaat kijken in Paint. Dan heb ik even een afbeeldingje voor je gemaakt. En daar ga ik ook even op inzoomen. Dat is namelijk deze afbeelding. Dit is waar het meer naar lasergraveren gaat neigen. Want lasergraveren is het laseren van lijnen. Dus we praten niet over pixels, ondanks dat hier de term DPI gebruikt wordt. Maar we praten over het aantal lijnen. Nou, links heel extreem. Het vierkant is dus in feite een inch. Hè? Dat klopt niet, hè? Maar goed, laten we even doen alsof dat een inch is. En daar zien we in het totaal 11 horizontale lijnen in. En die 11 horizontale lijnen komen dus overeen met 11 DPI. En je ziet dat je op deze manier nooit een afbeelding krijgt. Je krijgt een lijn, een poosje niets. En dan weer een lijn. Daarnaast heb ik het even vergroot naar 40 dpi. En dat is dus nog steeds maar een achtste van wat mijn laser bijvoorbeeld echt makkelijk aan kan. Dan zie je al dat de ruimte tussen die lijnen die wordt steeds kleiner. En hoe dichter die lijnen op elkaar gaan komen, hoe dichter ook die dots, oftewel die pixels, bij elkaar komen te zitten. En hoe beter die afbeelding gaat worden. Nou, laat ik datzelfde nu even in Lightburn laten zien. Ook even interessant. Want in Lightburn kan ik dat natuurlijk simuleren. Ik heb hier een afbeelding in staan. Dat is de afbeelding van een trouwfoto van mijn schoonouders. Goed, die zijn al behoorlijk op leeftijd. En ik heb hier zo bovenin bij afbeelding staat op dit moment een DPI ingesteld van 318. Dat zie je daar naast lijninterval staan. 0,080 en dan 318 DPI. Nou lees ik, en dat zie je aan die pijltjes die ernaast staan, ik lees er niet van links naar rechts, ik lees er bij afbeeldingen van boven naar onder. Ja? Nou let op, 318 dpi. Dus ik ga dus even terug naar mijn preview, dat is deze knopje, dat televisietje hier bovenin. Zo, en dan gaan we even inzoomen op die afbeelding. Dat is een beetje lastig, want ik heb hier geen muis op deze pc, maar hier zie je al heel goed die lijnen ontstaan. Zie je dat die lijnen van boven naar beneden? Dat is die 318 dpi. En als we kijken naar die hele afbeelding, even dichtmaken en weer openen, dan is hij namelijk weer gereset. Dan zien we keurig een afbeelding. Ja? Nou, let op wat er nu gaat gebeuren als ik dit ga verlagen naar 25 dpi. Dus ik doe dubbelklikken bij die afbeelding en ik verander die 318 in 25 dpi. En let op wat er dan gaat gebeuren als we die preview gaan bekijken. Gaan we even doen. Oh, en je ziet het eigenlijk al, hè? Je ziet al dat de ruimte tussen die lijnen, zie je dat? Ja?
Dus spelen met de DPI's is leuk. Daarmee ga je wel de kwaliteit van datgene wat je maakt flink verknallen. DPI's zijn volgens mij ook niet altijd instelbaar in Lightburn. Ik moet heel even kijken of dat wel of niet het geval is. Dat kan ik namelijk wel naar kijken. Als ik namelijk een lijn ga maken, gewoon een lijn. Zo. En ik ga dan kijken hier zo. Dan krijg ik niet de optie om die DPI in te stellen. Dat krijg ik weer wel bij vullen, want dan gaat het om hoe zwart vul je werkelijk iets. Maar niet bij bijvoorbeeld een lijn, want dan praten we niet over DPI's. Je ziet dus hier ook de DPI niet bij staan. Stel, ik zou er nu letters neerzetten. Ik even dit weghalen weer. Ik moet wel eventjes die aanklikken. Zo. Even de afbeeldingen weghalen. Dan ga ik er even tekst van maken. Dus ik pak de tekstknop en ik zeg eventjes hier test. Zo. Ik doe weer de selectieknop. We zien dat die op lijn staat. Als ik op lijn klik, heb ik dus zoals je ziet niet die DPI-optie. Nu ga ik hem naar vullen veranderen. Dus ik ga dit wijzigen naar vullen. Zo. En nu heb ik weer de mogelijkheid lijnen per inch in te stellen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde dus als DPI. Ja? Lijnen per inch 317,5. En hier hebben we dus eigenlijk hetzelfde grapje. Zou ik dit veranderen naar 25. Even kijken. Gaan we naar de preview. En zie hier, je ziet nauwelijks nog het woord test staan. Zie je dat? Dus met andere woorden, bij vullen en bij afbeeldingen kun jij de DPI instellen. En hoe lager die DPI, hoe slechter eigenlijk de afbeelding gaat zijn die jij gaat hebben. Ik heb hem nu op 318 gezet en zie het verschil met zojuist. Dit wilde ik je vooral laten zien. Dus ik snap dat mensen gaan spelen. En vooral ook omdat dat de zaken versnelt. Want het is natuurlijk als jij met 20 lijnen in die inch lasert of met 318. Dat heeft nogal gevolgen voor de tijd waarin je laser bezig is. Maar waar het vooral gevolgen voor heeft, is voor de kwaliteit van je object. Nu ik toch hier ben, wil ik ook nog even laten zien hoe je dan in de bibliotheek rechts onderin een bibliotheek kunt laden. Hij staat nu op de kunstbibliotheek, zoals je ziet. Helemaal rechts zien we de bibliotheek staan. Als die bij jou niet aanstaat, dan kan je hem aanzetten via venster. Dan moet die hier bij bibliotheek aangezet worden. Die staat ook tussen de laser en het hoofdmenu bijna onderaan. En daar kan ik laden doen. En als ik laden doe, dan ga ik op zoek naar dat bestand wat je bij mij hebt gedownload. En wat onder deze video komt te staan. En dan kan ik daar dus die bibliotheek laden die ik daar als voorbeeld mee gestuurd heb. Oké, lieve mensen. Dat was het voor vandaag. Dat was de uitleg over DPI. Ik denk dat het redelijk duidelijk was. Dat hoop ik ook dat het redelijk duidelijk was. En ik hoop dat je daar iets van oppikt. Ik wens jullie heel veel plezier deze week. Vooral met het mooie weer. Heel veel succes met het lasergraveren. En tot een volgende video. Dag.